Robin Dols, dat tweede doelpunt, dat was eigenlijk wel cruciaal. Zeker, was een belangrijke goal. Stond er lang 1-1. En na die 2-1 gingen die gasten aanvallen, lange ballen spelen. Toen de 3-1 erbij, toen was het er klaar natuurlijk. Je moet er hier eigenlijk die 9 punten toch wel binnenhouden, want dan heb je nog kans op iets van promotie, hè? Zeker, ja, we hebben nog 2 potjes nu tegen wat mindere tegenstanders voor ons. Dus 6 punten. Maar dat zegt niks. FC Den Helder verliest ook van Hollandia T. Dat is waar, ja, dat is waar. Het zegt niks. De eindwedstrijden zijn altijd belangrijk, altijd moeilijk. Iedereen moet winnen. Die dagen terug tegen Grasshoppers 1-2. Nou, dat was ook natuurlijk een lekkere binnenhalen. Zeker, ja. Mooie wedstrijd. Een stuk beter vond ik zelf ook wel. Zij speelden vooral veel lange ballen. En wij speelden ze eigenlijk vooral de tweede helft wel weg. Dat is een goede pot. Is Enkhuizen eigenlijk wel een tweede klasse? Nou ja, ik denk dat we met dit team zeker tweede klasse kunnen voetballen, ja. Want de derde klasse, ja, het is eigenlijk toch wel leuk. Want allemaal clubs uit de omgeving. Dat wel, ja. Het is wel lekker dichtbij. Maar je speelt toch liever zo hoog mogelijk. Dan krijg je Saanse ploegen, dan krijg je West-Friese, een Meetblik die valt af, want die is inmiddels ga je ook wel naar de Helder. En, dat zijn toch wel afstanden. Ja, zeker. Maar ja, hoger voetbal is altijd leuk, dan maakt het rij ook niet zoveel uit. Ik heb nog meegemaakt dat voor de eerste weer een hele tijd naar de tweede klas ging. Dan praat ik over 1984, de vader van Casimir Helder. Ah, ja, toen was ik er nog niet, hè. Dus daar weet ik niet zoveel van. Had je Paul de Bruin op doel. En Henk Spaan, de technische man hier, die stond ook nog in het eerste elftal. Ja, ik weet wel inderdaad dat was ook een goed team inderdaad. De oude garde, die kon leuk voetballen. Hans Blom, Peter van Gijzen, Pauw. Ja, joh, ik ken ze allemaal nog. Ja, nee, ik niet, helaas. Okay. Hey, Enkhuizen, hoe is het, is de sfeer in het team? Ja, perfect. En ook met het tweede team erbij. We zijn gewoon een leuke selectie. 7-0, hè? Tweede team vanmiddag. Mooie overwinning, ja, zeker. Ruime cijfers, ja. Nou, dat is eigenlijk ook een goeie, maar die spelen wel derde klasse, hè? Die spelen ook derde klasse, inderdaad, ja. Maar als teams onderling gaat het heel goed. We hebben lol samen, trainen goed samen, dus gaat prima. Okay. Volgende week tegen een lagere, hè? Tegen DWOW of tegen DBB? DWOW, ja. DWOW. En dan en de laatste wedstrijd? DBB. Thuis, laatste wedstrijd, ja. Nou, dat moet overwinnen zijn. En dan is maar afwachten, wat doet de Spartanen en wat doet de rest? Ja, we moeten zelf 6 punten halen en dan kijken naar de tegenstanders inderdaad.